Komt prijzenslag nog terug? Ja, ik gooi hem nog even tussendoor. Gooi hem er tussendoor. Ik gooi hem er even tussendoor. Nee, ik heb gehoord dat ze bij John de Mol net alle decors van prijzenslag verbrand hebben. Oh, ja, het is, die zijn echt de schroothoop opgegaan. Ja. En dat dus, betekent dus echt dat na die 870 afleveringen, hoeveel waren het er, dat afgelopen is. Oh, het is uit. Ja, het is absoluut uit. Het is afgelopen. Uit. Geen prijzenslag Geen meer. Geen prijzenslag meer. Niet meer kom maar naar beneden en sla je slag. Nee. En sla je slag. Nee, het is niet meer zo. En de knipoog natuurlijk, hè? Ah! De knipoog van Hans Kazan. Wat kan mij de knipoog van Hans Kazan nou schelen? Iets wat hij moet doen van John de Mol. Harry, je moet hem aanspreken op iets waarmee hij de podia van de wereld veroverd heeft. De goochelkunst. Heb jij je kaarten bij je? Want ik neem maar een goochelaar en kaarten. Ja, misschien achter jouw oor hier zo. Wat heb je? Oh. Ja, even laten zien, 52 verschillende kaarten. Goochelaars doen het altijd zo. Hè? Ja. Dan mag jij, dat zal ik ze eerst even voor je schudden. Ja. Ja. Mag jij er even eentje uithalen? Zoek even een mooie. Maar niet uit welke. Okay. Dat is aan jou. Ik kijk wel de andere kant. Ja, je hebt er niet de harte drie gepakt, hè? Ja, die heb ik. Nee, kijk, je moet een van deze 52 kaarten pakken, maar niet de harte drie. Want de harte drie is een soort toverkaart. Dus als je die eruit haalt, gaat alles fout. Ik zal ze even door elkaar schudden. Okay. Even een andere kaart. Zoek het even. Een andere kaart. Maak kaart. Ja? Nee, een andere kaart. Een andere kaart. Dit is misschien ook nog wel een aardige. Ik weet niet of ik dat kan zo. Even proberen. Doe je dit. Pak je ze vast. En dan pluk je gewoon nog een aantal kaarten zo uit de lucht. Zie je dat? Je kan ze gewoon uit de lucht halen. Zie je? Hele pakken tegelijk. Het knappe vind ik dat je toch niet ziet hoe het gebeurt. Nee. Want ik zit echt zo te kijken, en die camera zit er vrij dicht op. Ja. Maar het is zo'n waanzinnige vingervlugheid. Ja, het is de snelheid van Romario aan de bal. Weet je dat Hans Kazan ook illusionist is? Illusionist. Wat? Ja, illusionist. Hij kan je dingen doen geloven. Geen idee, weet ik niet. Ja, dat is hij. Dat weet ik niet gewoon. Heb je hem daar niet naar gevraagd? Nee, hij heeft me wel laten zweven. Je vingers even strekken, hou je arm even zo. Heel goed. Dan laat je heel langzaam je andere arm ook naar buiten komen. Ja, heel goed. Zit je lekker? Ja? Ja, ik zit goed zo. Goed. Ik breng je even onder een lichte hypnose. Daar gaat hij. Je voelt je heel langzaam lichter en ontspannen worden. Heel ontspannen. En je krijgt de behoefte om langzaam in de richting van de wolkjes te gaan. Let op. Mag ik zweven? Want ik ga ik laat je zweven. Ga je nou zweven? Je gaat zweven. Okay. Ik hou je vingers even vast en een beetje met je vingers zo op en neer gaan. Net als dat je dit doet. Heel goed. Hop, kijk, daar ga je. Kijk, daar ga je heel goed. Prima. Ha! Je zweeft. Ik zweef. Je zweeft. Ik zweef. Oké. Okay. Een meter hoor. Vertel een het maar. Een meter. Hoe ging het? Een meter. Hoe ging het? Hoe ging wat? Ja, de truc. Het is geen truc. Ging je een tuig? Hallo? Nee. Nee, Kazan kan mij gewoon laten zweven. Hij bezet. Nee, het is geen truc. Hij voelde iets onder je oksel. Waren er van die wit geschilderde touwen, zodat je niet ziet dat touwen. Het is midden in een weiland, man. Daar hangt toch geen katrol in de wolken, gek? Harry, vertel mij hoe de truc gaat. Ik kan dat gewoon niet zweven. Kazan kan dat gewoon. Ik kan dat niet uitstaan, dat ik niet mag weten hoe zo'n truc gaat. Je vertelt het me nou binnen drie tel. Nou ja. Harry, vertel het mij of ik ga meteen naar u. Hey, ja. Het is geen truc. Twee. Het is gewoon zweven. Drie.